Yo, wat op kijkers van mijn kanaal, oftewel Dylan, welkom weer terug bij een nieuwe video. Oftewel het kanaal Rotjoch. En we gaan weer verder in Mindtopia. Vorige keer hebben jullie kunnen zien hoe ik een club gekocht had. En drie plots. Nou ben ik laatst bij de bank geweest en ik heb eindelijk bij... Ja, bij eigenlijk de makelaar bij David. Dus eindelijk mijn plot-eigendommetjes gekregen. Dus het bewijs dat het mijn plots zijn. Dus nummer 100... Welk zijn het? Nummer 188, 186, 187. Zijn er dus echt fucking veel en een gigantisch gebouw. En wat ik wil gaan doen dus uiteindelijk is zorg ik deze drie plots bij elkaar kan gooien... En daar één gigantisch groot huis kan maken. Een big ass mansion. Want dat wil ik graag. Ik heb genoeg geld. Dat weten jullie allemaal. Ik doe heel veel zaakjes natuurlijk aan de zijkant om geld te verdienen. En ja, maar voordat ik dat kan regelen moet ik eerst bij de burgemeester lang gaan. En ik heb al gehoord van die aardige bankmedewerker die super vriendelijk tegen mij is. Heb ik gehoord van hem dat hij heel moeilijk doet met formulieren. Dus dat wordt ook nog eens wat. We gaan kijken wat ik daarmee kan doen. Want ik wil het wel heel graag hebben. En ja, goed. Als eerste wat ik even nodig heb is geld. En ik heb honger. Dus ik moet ook even langs de... Om ze foodcourt om eten te halen. Die gasten zijn online. Dus dat is hartstikke tof. Er zijn best wel veel mensen online. Al de service officieel geopend. En we gaan het gewoon proberen. Ik heb trouwens ook even mijn texture pack uitgezet voor jullie. Want dat vonden jullie niet zo leuk, die texture pack. Dus ik heb die default. Op aanraden van David. Dus we gaan gewoon even kijken. We gaan eerst naar de bank. Dat is die daar staat. En ja, we gaan maar eens even kijken wat er allemaal... hoeveel geld ik überhaupt heb. Want alles is een beetje geüpdate. En het werkt allemaal. Oh, er zijn allemaal mensen hier. Zo, wat een feest. Nou, het begint een beetje druk te worden bij de bank. Iedereen komt bij de bank staan. Is dat dan meneer IJsblokje? Dat is meneer IJsblokje. Ook heel erg leuk. Goed, we staan bij de bank. En hier... Ah, oh, zo Sander staat bij de rij. Yo, gaat het een beetje opschieten hier, Sander? Nou, dit kan nog wel een tijdje duren, hoor. Dus ik denk dat je maar even ergens anders naartoe moet. Ja, maar is die David niet aanwezig hier ook? Alleen die rare Nederlander? Nee, David... Ik heb alleen deze man gezien. Dus, ja, en okay. Ik ben hier nog wel even mee bezig. Dus ja, fijne dag verder. Ja, god. Ja, het duurt lang. Dus ik ga gewoon lekker zelf pinnen. Er is nu pinautomaat, een nieuw systeem gemaakt. Dus ik ga even kijken. Nou, hier zit al mijn geld op. Ik heb gezien hoeveel ik heb. Ik heb 669.570 op mijn bank staan. Dat is de boel geld. En ik ga eten op te kopen bij de foodcourt. En ja, weet je, ik kan met 5.000 lopen. Maar ja, bij de foodcourt ga ik niet voor 5.000 euro eten kopen. Dus ik neem iets van, nou, even kijken, 830. Maar weet je wat, neem wel, even kijken, 840. 850 neem ik mee, weet je wel. Kijken hoeveel geld ik heb. En dan ga ik even langs de Albert Heijn, langs de foodcourt. En die is daar toevallig, het rode appeltje, naast de kledingwinkel, waar ik ook binnenkort heen moet. Want ik moet ook met de Reveen natuurlijk even mooie kleding hebben. Ik heb gehoord dat ze hele bijzondere kleding hebben, waar heel weinig van is. Nou, die moet ik natuurlijk hebben, want ik wil de man zijn die eigenlijk alle aandacht krijgt. En hier is bij de... Oh, jee. Een rij. Hallo. Goedemiddag. Oh, yo. Jeetje. Hey, Laurens. Ja. Hi. Ik wil wat kopen. Jeetje, man. Hoeveel kost een appeltje? Een appeltje kost 5 euro. 5, oké. En meloen? Meloen... God, hey, schiet even op. Hallo, schiet even op. Duurt lang. Ik wil even... Hey, even stil, even rustig. Even stil, hallo. Tijd is geld. Deze kerel. Ja. Deal, misschien is ook wat kip handig. Ja, wat kost kip? Kip, die kost 8 euro. 8 euro. Ja, maar een hele ton. Even later. Apple pie? Pumpkin pie? Pumpkin pie, ja. Sorry. Is 25 euro. Joh, schiet nou eens even op, man. Koop iets. Je koopt maar één pumpkin pie. Kom op, sloeber. Even opschieten, man. Laten we even rustig beginnen, ja? En heb je ook die meerdere smaken? Of heb je echt alleen pumpkin? Die hebben maar één smaak. Alleen pumpkin. Oké. Is er geen tweede rij of zo? Tweede kassa? Ik laat het hier even bij. Ik kom later wel een keer terug. Yes? Dus okay. Je hebt niks gekocht? Ja, doeg. Oh. Jongen. Ik wil graag twee broden. Twee brood. Dat is dan 10 euro. 10 euro? Ja, 10 euro. 5 euro van wacht, brood? Ik drop hier eventjes 5 euro neer. Ik ga eventjes naar de bank wat meer halen. Als jullie eventjes kunnen wachten in de rij, is dat een probleem? Ja, nee joh, is geen probleem. Ga maar weg. Ja, boeien jongens. Oké, ik ben eigenlijk aan de beurt. Eens even kijken, hoeveel kost een broodje hier? Oh? 5 hoorde ik net. Een broodje kost 5 euro. 5, en dat levert ook wel de meeste food op meestal, hè? Ongeveer, toch? Een broodje. Porkchop levert eigenlijk het meest op. Een porkchop? Hoeveel is een porkchop? Is 12 euro. 12? Ja, weet je, ik wil eigenlijk veel eten hebben, lekker veel inslaan, want ik wil niet weer in zo'n lange rij wachten, want ik zie Dropveter, die is de rij verlaten. Wilde jij niks kopen? Ja, het spijt me, ik wilde je niet lastigvallen, want Ja, gast, ik ben nu eerst. Nou, dankjewel in ieder geval, Dropveter, maar nee, ik ben nu eerst. Weet je wat, doe maar een heel stack brood. Hele stack brood. Een hele stack, 64, 320. 64, even keer 5 is 320, geloof ik. 320, ja.
Dat is 320 euro. Heel goed, dus 1, 2, 3. En volgens mij is dat gold ingot, was dus 10, hè? Hup, ja. Hup. En twee daarvan, hartstikke bedankt. Krijg ik een hele stack brood. Hey, ga eens even achteruit, jij. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Helemaal top, 64 broden, jongens. God. Ja, nu mag jij eigenlijk aan de beurt langzamer. Hup, lopen. Volgende. Hey, dankjewel, meneer de medewerker. Dankjewel, Laurens. Nou, helemaal top. Nou, ik ga eens even kijken. Ik heb een zaakjes te regelen. Want het wordt nog een heel gedoe. Want ik moet echt heel veel dingen nog gaan doen. En eigenlijk regelen. Want ja, het is een beetje lastig om zeg maar geld te verdienen. Want ik heb eigenlijk mijn aanvragen gehad. Ik heb alle mijn aanvragen binnengekregen. Behalve die van mijn club eigenlijk. En ik weet niet wat er aan de hand is. De bankmedewerker zei, hij is nog niet binnen. Dus ik denk dat bij burgemeester Lars Vakenhoff een beetje moeilijker over aan het doen is. En dat vind ik echt niet zo fijn. Ik wil eigenlijk gewoon mijn club starten. Ik wil meubilair kopen. Dan kan ik hem namelijk verkopen. Of ik kan hem dus onderhuren. Dat wil ik eigenlijk doen. Ik wil hem verhuren aan een paar gasten. Ik hoor dat er een bod gedaan was door Kevin. En Kevin die blijkbaar in een heel mooi huis woont. En dat is hartstikke top. Maar ja, het is een beetje vervelend om daarop te wachten. En het, ja, dat vind ik toch niet zo fijn. Kijk, die bankmedewerker, ik had tegen hem gezegd tegen die makelaar van, nou, deze moeten er morgen zijn. Die zijn er, dus daar heeft hij zijn mooiste woord gehouden. Maar deze, dat duurt een beetje lang. Dat vind ik toch een beetje vrij vervelend. En dat is best wel lastig, want ik moet ook nog een keertje langs Cosmo, de man van de plantjes. Want ik moet dit allemaal gegras maaien nog. En oh, het duurt allemaal zo lang, jongen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk mijn spullen droppen. En kijk, oh, heb je die gozer weer van, ja, moet dat hier? Hey. Ik loop even rondjes, even kijken hoe of wat. Mag je, wie ben jij eigenlijk dan? Want, Ik ben Dion. Ja. Hi. Hoi Dion. En wat kom jij hier doen? Wie ben je verder? Ik ben een beetje rond het neus. Ik ben hier net nieuw, dus ik zat even te kijken. Ik zie hier iets heel moois. Ja, dat is zeker mooi. Weet je wat het is? Ja, dit is mijn club. Het is mijn nachtclub. Hij is nog niet open. We zijn nog bezig, maar dit is mijn club. Ah, tof. Tof. Ziet er cool uit, man. Ja, het is zeker cool. Incidentje net, sorry dat ik zo langzaam was, man. Ja, weet je, het is lastig. Kijk, je bent net nieuw in de stad. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Dylan. Ik ben dus een succesvol zakenman. Ik heb, ik own eigenlijk al 4 gebouwtjes en dit is er 1 van. Oh. Dus het is even iets kleiners wat ik heb gekocht aan de zijkant. Maar ik ben op zoek ook naar mensen die het willen huren. En ja, vertel, wat weet je, ja. Ik kan niet echt omgaan met een beetje arme sloebers. Dat is niet echt iets voor mij, maar vertel maar even wat... Ja, het ligt eraan wat je arm noemt. Maar ik vind het leuk. Ik zit ook nog te kijken van hoe ga ik mijn inkomstenbronnen verzamelen, laat maar zeggen. En ik ben een beetje rond aan het neus samen met Matthijs. Die was ook in die winkel. Oh, dat is die andere gozer. Die zal daar nog wel zijn of zo. Die zie je vanzelf nog wel een keer langskomen. Ja. Maar we zitten een beetje te kijken van wat kunnen we doen. En misschien... Weet je wat ik kan doen? Het wel een mooi gebouw. Ik zal het even laten zien. Ik weet niet hoeveel geld je hebt, weet je. Want ja, ik wil wel natuurlijk dat iedereen strikt aan de regels staat. Ja, verdomme, het plafond lekt nog steeds. Het zou die makelaar regelen. Dus die moet ik ook wel even langs. Jongen, doet hij zo goed werk. Want dit is dan weer net iets minder. Nou, je ziet het, een gouden vloer. Ja. Hier wordt ruimte voor een dansruimte hier beneden. Met een beetje wat box aan de zijkant, discolampies. En boven moet je even kijken, jongen. Dit is echt, de shit. Moet je eens even zien. Wauw. Een zwembad. Echt mag ik een duik nemen? Ga jij maar een duik nemen. Duikplankje erbij. Huh? Ja, kijk eens aan. Een prachtig zwembad met prachtig uitzicht. Nou, ik moet even zeggen, want... Ik vind het uitzicht van dit gebouw hier voor me niet zo heel erg mooi. Wat vind jij? Het uitzicht vermindert het wel, ja. Kijk, het is van niemand. Ik weet dat ding daar ook van Cosmo is, maar dat valt me niet op. Deze valt, dit belemmert een beetje mijn uitzicht. Misschien moet ik die plot hiernaast ook maar even kopen. En mijn plot die kan ik nog een beetje uitbreiden met deze. Ja, goed. Nou, dat klinkt goed. Dat bewaar ik voor een andere keer in ieder geval. Ja, precies. Kijk, ik heb het in ieder geval laten zien. Want jij zegt, ik zoek nog een baan. Ja, ik zoek sowieso nog medewerkers hier. Dus dat is altijd top. Als jij wilt medewerken, je wilt worden, dat is hartstikke dope. Weet je, dat zou hartstikke gaaf zijn. Maar het belangrijkste is, ik zoek ook mensen die het willen huren van mij. Voor een betaalde prijs. Dus misschien jij en die Matthijs samen. We gaan even goed overleggen wat we hier precies mee willen doen. Oké, okay, dan hoor ik graag bij je. Het klinkt erg interessant, dus ik denk dat ik erop terugkom. Oké, nou ik hou met je in contact, want ik heb echt geen tijd, want ik wil eigenlijk terug naar mijn eigen plots. Want ik moet even goed nadenken wat ik precies nou wil met die plots. Dus succes, ik zie je vanzelf al een keertje in het stadje. Nou, doeg! Doeg, jongen, wie is dat nou weer eigenlijk? Nou ja, ik deed maar aardig tegen die gozer, weet je. Ik bedoel, hè, nieuwe vrienden, het is nooit een slecht idee om goede vrienden te maken in dit stadje. En dan loopt ook weer die Heraton, die zag ik ook net in de winkel staan. Dus het begint een beetje vol te lopen en ik moet eigenlijk iedereen te vriend houden, want... Er zijn een paar mensen die denken dat ik een beetje een rare gozer ben. Maar goed, nou, ik sta weer op 3 plots. Het allereerste wat ik sowieso moet regelen is even naar die Cosmo gaan. Want al het gras moet eerst weggehaald worden voordat er gebouwd kan worden. Ik heb nog
zoveel dingen aan mijn hoofd. Dus al de tijd, al die mensen die me ophouden, jongen. Ik heb er echt totaal geen zin en tijd voor. Ja, goed. Awesome. In ieder geval mensen, dat was eigenlijk wat ik wil laten zien in Mindtopia, deze episode. Ik heb natuurlijk afgesproken, ik heb misschien het Field Court laten zien. Ik heb verteld wat mijn plannen zijn voor in de toekomst. Ik moet even met burgemeester Lars spreken. Nou, die Dion van Teveel gevraagd. Die wil graag nog eventjes graag dat kijken of hij misschien mijn club wil kopen. Misschien heeft hij genoeg geld, want ook Kevin moet ik spreken over die club. Dus er wordt nog allemaal onduidelijk wie wat gaat doen. En ja, en ik moet even langs Cosmo voor de volgende keer om dit allemaal te regelen. En ik wil nog een deal sluiten met Cosmo, want ik heb wel een heel mooi plan voor hem. En ik wil graag mijn plot hebben van mijn club, want dat is ook heel erg handig. Dus moet ik echt even snel, eerst wat ik moet doen, even bij Lars langs gaan. Dat is even het belangrijkste. Goed mensen, in ieder geval vonden jullie het hartstikke awesome. Laat dan een blauw duimpje achter omhoog als je het hartstikke top vond. Laat even weten wat ik zou moeten doen volgens jullie. Of jij hier graag wil werken natuurlijk in Mindtopia. En wat jij een hele toffe baan zou vinden. En in ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Nogmaals, blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace!